Hey, goedemorgen iedereen. Het is vandaag echt een druilige dag. En ik dacht, wat ga ik vandaag klaarmaken voor jullie? Ik heb nog kippenvleugels uit de airfryer van gisteren over. Het recept vind je trouwens hier op mijn YouTube kanaal. Tik in kippenvleugels, dan vind je het recept. En vandaag ga ik voor jullie klaarmaken korrel, oftewel spitskool. En dit eten wij vandaag dus met de kippenvleugels en wat rijst. Kijken jullie mee? Zo, we hebben natuurlijk de korrel nodig, oftewel de spitskool. En die ga ik in reepjes snijden. Ik haal de achterkant van de spitskool naar de graf. Zo dus. En wat ik doe deze door de helft. En je moet even kijken hoeveel spitskool jij nodig hebt. Dan zit hij zo eruit. Deze leg ik heel even opzij. De buitenste blaadjes haal ik zelf weg. En dan ga ik hem nu in reepjes snijden. Ik doe dit niet heel dun. Ik denk dat het ongeveer 1 centimeter is. Ik laat zo wel even zien hoe groot hij is. Ja. Ongeveer zo. Die leg ik dan alvast in een vuurgiet. En het maakt niet uit of je dunne sliertjes maakt of brede sliertjes. Kijk maar wat jij het lekkerste vindt. Het gaat om de smaak. Zo ziet het eruit. Spitskool is lekker, jongen, met een stuk vlees of met vis en dan met wat warm rijst. Heerlijk. Het is ook een hele milde groente, hè? Het is niet echt een zware groente. Mijn dochter is er dol op. Mijn zoon niet zo erg, maar mijn dochter wel. Oké, nu komen we bij het harde gedeelte. En dat laat ik nu even zien. Dat is dit. Dat is de achterkant. Die gebruik ik niet. Dus dat is dit gedeelte. Dat gebruik ik niet. Dus ik gebruik alleen het blad zelf. Dus dit gooi ik zelf weg. Zo, ik heb de hele spitskool gebruikt. En ik heb het in reepjes gesneden, zoals je het ziet. Nu ga ik het wassen. Wassen doe ik onder een koude kraan. Voor dit makkelijke recept heb je niet veel nodig. We hebben 1 kleine ui nodig, 2 magieblokjes en 1 teentje knoflook. Deze gaan we in blokjes snijden. De ui heb ik trouwens gewassen, want anders zit ik hier straks met hele rode ogen. En de ui, als je de ui wast, zorgt het dus voor dat je minder tranen krijgt in je ogen. Maar sommige uien kunnen ook heel sterk zijn, hoor. Ondanks dat je ze gewassen hebt, dat er misschien toch een soort van aroma of geur of wat dan ook terechtkomt in je neus en in je ogen, waardoor het toch gaat tranen. Ja, dat hou je dan. Zo,
ik heb deze gesneden, dus laten we nu lekker gaan bakken. Zo, laten we gaan beginnen. Ik heb hier een pan. Ik heb een klein beetje zonnebloemolie ingedaan. Ik gebruik zelf liever zonnebloemolie, omdat het een mildere smaak heeft dan olijfolie. Maar als jij denkt van, ik moet zelf olijfolie gebruiken, dan mag je dat natuurlijk uiteraard gewoon doen. Nou, dan laten we de pan even lekker heet worden. Dat de olie een beetje heet wordt. Ja, ik voel altijd. En dan voel je of die pan een beetje heet wordt. En wat ook, als je dat niet durft, dan kan je ook gewoon een uitje pakken. En dan kan je hem in de pan gooien. En als die gaat pruttelen, nou, dan weet je dat die heet is. Ik ga alvast de uien in de pan doen. En de knoflook. Deze laten we even mooi bakken, dat hij een beetje kleurtje heeft. Ik ga nu de gas, of hoe heet het, de afzuigkap aandoen, dus je kan die horen. Wat ik nu ook bij ga doen, als hij een beetje glazig is zoals nu, doe ik alvast de twee maggieblokjes gekruimeld erbij. Dat je even meebakt in de pan. Zo, even afwassen. Nou, die laten we even meebakken. Zo. En dan pak ik de spitskool erbij en die voeg ik in de pan. Nu zet ik het vuur wat lager. Zo, even goed husselen. De rest van de spitskool gaat er nu bij. Zo, zet ik hem weer wat hoger. Ik heb hem weer op 7 staan. En ook wat ik nu ga bijvoegen is een klein beetje witte peper. Een halve theelepel. Het mag uiteraard natuurlijk ook meer zijn, wat je zelf lekker vindt. Maar ja, mijn dochter eet mee. En die houdt niet zo van pepers. Al is het zwarte peper of witte peper, dat proeft zij. Dus vandaar dat ik het, ja, een halve theelepel ongeveer erin zet. Zo, nu laten we deze even lekker bakken. Ongeveer 7 minuten ongeveer. 7 à 10 minuten ongeveer. Zo. 5 minuten zijn alweer voorbij, dus ik ga even roeren en even kijken of het vocht weg is. Ja, mooi. Ik hou ervan als de spitskool een klein beetje een bite heeft. Weet je, dat die een beetje crunchy is. Daar hou ik zelf van, maar als jij denkt van, nou, ik wil hem iets laten doorkoken, dan kan dat natuurlijk ook, hè. Zo, ik laat het nog heel even 2 minuten staan. Zo, lieve mensen. Spitskool, korrel, is klaar. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet. Laat het even dichtbij zien. Lekker.
eten wij dus vandaag met de kippenvleugels. Die heb ik net even uit de koelkast vandaan gehaald. Want die heb ik gisteren klaargemaakt. Die gaat later even in de airfryer. Zodat hij een beetje een crispy laag krijgt. Dit eten we dan met de heerlijke spitskool en met wat warme rijst. Nou, lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken. Vond je het filmpje leuk? Geef me dan even een comment, een like, deel mijn filmpjes. Dat mag natuurlijk ook. Heb je vragen? Laat het me weten. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je gratis, zodat je altijd op de hoogte blijft van mijn nieuwste kookvlogs. Maar ik post ook tussendoor gewone vlogs van mijn gezin. Die staan trouwens ook hier op YouTube, mocht je die niet gezien hebben. Als je op je mobiel zit, swipe je even naar links en dan zie je alle filmpjes zo rondom beneden. Zie je alle filmpjes van ons, van mij en mijn gezin en natuurlijk ook andere kookvlogs. Ik zit trouwens ook op TikTok, MamaDina909. En daar post ik andere content die ik hier niet deel. Dus laat het me weten hoe het gesmaakt heeft als je het gaat maken. Ik ga het filmpje afsluiten en tot de volgende keer. Dankjewel. Doei!